in het Escher Museum. Wij gaan jullie een rondleiding geven door het museum. Maurits Cornelis Escher, geboren in 1898 en leefde tot 1972, is een van Nederlands meest beroemde grafici. Zijn kunst wordt bewonderd door miljoenen mensen over de hele wereld. Hij is het meest beroemd om zijn zogenaamde onmogelijke tekeningen, zoals klimmen en dalen en relativiteit. Maar ook om zijn metamorfoses, 1, 2 en 3. Ook lucht en water en reptielen zijn erg populair. Maar hij maakte ook prachtige, meer realistische werken gedurende de tijd dat hij in Italië woonde en werkte. Bijvoorbeeld de Lito Castrovalva, waarin men als M.C. Escher's fascinatie voor hoog en laag dicht en veraf kan zien. De Lito Atrani, een klein plaatsje aan de Amalfitaanse kust in Italië, maakte hij in 1931, maar komt weer terug in zijn meesterstukken Metamorfose 1 en Metamorfose 2. Gedurende zijn leven maakte M.C. Escher 448 lito's, houtsneden en houtgravures en meer dan 2000 tekeningen en schetsen. Net zoals sommige van zijn beroemde voorgangers, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dürer en Holbein, was M.C. Escher linkshandig. Naast zijn werk als graficus illustreerde M.C. Escher boeken, ontwierp tapijten, postzegels en wandschilderingen. Hij werd geboren in Leeuwarden als de vierde en jongste zoon. Na 5 jaar verhuisde de familie naar Arnhem, waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Nadat hij gezakt was voor zijn eindexamen en na een korte intermezzo in Delft, begon M.C. Escher met zijn lessen bouwkunde aan de school voor bouwkunde en sierende kunsten in Haarlem. Al na een week vertelde hij zijn vader dat hij wilde ophouden met zijn lessen bouwkunde en zich wilde toeleggen op de studie grafische kunsten. Hij werd hierin gesteund door zijn leraar Samuel Jesseren de Mesquita, aan wie hij zijn tekeningen en linoleumsneden had laten zien. Nadat hij zijn school had afgerond, reisde hij langdurig door onder andere Italië, waar hij zijn vrouw Jetta Ümiker ontmoette en waarmee hij in 1924 trouwde. Ze gingen naar Rome, waar zij tot 1935 bleven wonen. Gedurende deze 11 jaar reisde M.C. Escher ieder jaar door Italië heen, waarbij hij tekeningen en schetsen maakte om deze later thuis in zijn atelier te gebruiken voor zijn prenten. Veel van deze schetsen zou hij later ook weer gebruiken voor zijn lito's, houtsneden en houtgravures. Bijvoorbeeld de achtergrond en de lito waterval uit 1961, komt uit zijn Italiaanse periode. Ook de bomen die gereflecteerd worden in de houtsneden modderplas uit 1953 zijn dezelfde bomen die hij gebruikte in zijn houtsneden Pinetra van Calvi die hij maakte in 1932. M.C. Escher werd gefascineerd door de regelmatige geometrische figuren van de wereld en vloermozaïeken in het Alhambra, een 14e eeuws kasteel in Granada, Spanje, dat hij in 1922 bezocht. Nou, daar ben ik weer. We lopen nu van de trap af. En we zijn nu op de eerste verdieping en we gaan nu naar een volgende zaal. Nou, ik ga nog wat vertellen over Escher's verleden. Tijdens zijn jaren in Zwitserland en gedurende de hele Tweede Wereldoorlog werkte hij met veel energie aan zijn hobby. Hij maakte toen 62 van de totaal 137 symmetrische tekeningen die hij in heel zijn leven zou maken. Hij breidde zijn hobby ook uit door deze symmetrische tekeningen te gebruiken voor het snijden van houten bollen. Hij speelde met architectuur, perspectief en onmogelijke ruimtes. Zijn kunst blijft miljoenen mensen over de hele wereld verbazen en in verwondering brengen. In zijn werk herkennen we zijn uitstekende observatie van de wereld om ons heen en de uitdrukking van zijn eigen fantasie. M.C. Escher laat ons zien dat de werkelijkheid wonderlijk, begrijpelijk en fascinerend is. Ten eerste behandelen wij het kunstwerk Drawing Hands, zoals je hier nu ziet. Je ziet op dit kunstwerk twee handen die knopen tekenen op een bus. Het opvallende aan het schilderij is dat de handen uit de tekening lijken te komen. Hij speelt in zijn tekening met onmogelijke verdwijnpunten en halverwege deze print verandert de boven-beneden oriëntatie. In de bovenste helft van de tekening kijk je naar boven en in de onderste helft naar onder. En om het helemaal compleet te maken tonen boven en onder dezelfde scène. Escher wilde met deze print zo direct mogelijk uitbeelden dat tekenen eigenlijk bedrog is. Het lijkt of twee driedimensionale handen elkaar tekenen op een blad papier.
wat op zijn beurt weer getekend is. En dit kan natuurlijk helemaal niet. Wat het ook wel weer mooi maakt, is dat de handen echt uit het kunstwerk lijken te komen. Zonder de handen zou het een tekening zijn die niet zwaar zou zijn. Maar de handen maken het kunstwerk uniek. Het kunstwerk is een lithografie. We gaan nu weer naar mijn collega-spreker. Ja, hallo. We zijn intussen aangekomen bij het kunstwerk Lucht en Water. Je ziet op dit schilderij vissen en vogels die uit elkaar worden afgebeeld, maar toch heel ordelijk van elkaar zijn afgezonderd. In het horizontale middenstrook wisselen vogels en vissen elkaar steeds af. Elk figuurtje verschuift steeds opzij. Doordat vogels en vissen er in elke rij net iets anders uitzien, is er toch geen sprake van perfecte schuifsymmetrie. De ruitvorm waarin zij getekend zijn verwijst naar het onderliggende ruitraster. Dit kunstwerk is met de techniek houtgravure gemaakt en het komt uit het jaar 1938. De afmetingen van het schilderij zijn 43,5 keer 43,9 centimeter. Daarbij komt in het kunstwerk natuurlijk uit het surrealisme, omdat het kunstwerk speelt met je gedachten. Het is niet de werkelijkheid die je ziet, maar je herkent de vormen wel. Dit was ook de bedoeling van Escher. Hij wilde namelijk spelen met de gedachten van de mensen. Het kunstwerk is dus gemaakt uit een houtsnede. Dankjewel voor jullie aandacht en wij gaan nog even een kijkje nemen in de rest van het museum.